Welkom bij Pulse Model Trainstuff bij deel 2. En dat is deze dummy motorwagen. Een iets wat verroeste pantograaf. Het feit dat hij verroest is, betekent dat hij van metaal is en dus gewoon nog prima werkt. Deze motorwagen, deze dummy motorwagen, heeft alleen maar verlichting erin zitten. Een paar gloeilampjes. En ik hou niet zo van gloeilampen in plastic kappen. Dus ook hier komen ledlampjes in. En ik denk dat ik nu, voor nu, hem gewoon schakel op rood. De witte er wel in doen, maar ervoor zorg dat hij niet aangaat. En het even eenvoudig hou. Want ik denk dat ik met de bestaande motorwagen deze trein nooit mijn helling op krijg. Dus het einddoel uiteindelijk, als ik een keer een extra dummywagen vind, is om, een extra motorwagen vind, is om hier een motorwagen van te maken. Ik zie heel af en toe wel eens van deze langskomen die er aan de buitenkant helemaal niet meer goed inzien. Uitzien, zo, gaat lekker. Maar aan de binnenkant prima zijn en het enige wat ik dan nodig heb is de motor. Maar goed, eens kijken. Ik verwacht dat hier alleen maar wat lege ruimte in zit. En een stukje van de kabeling voor de verlichting. Maar ik laat me graag verrassen. Ik weet niet zeker of deze schroef hier aan de voorkant echt los moet, maar het maakt alles wel veel makkelijker. Met een motorwagen, met de motor erin tenminste. Zo, kijk aan. Die gaat aan de kant. De koppeling wil ik los. Het leuke van deze koppelingen trouwens is, je gaat zo'n koppelingstang in, maar hieronder zit gewoon een nensgracht. Dus als je nou een koppelingstang mist, kun je ook gewoon een kortkoppeling erin zetten en werkt het ook. Ik had niet alle stangen, ik heb dat gedaan en dat ging prima. Eens even kijken. Volgens mij heeft deze alleen maar stroompick-up op zijn voorste wielen, niet op zijn achterste. En dan zal het veel gaan knipperen, dus ik zal hier zeker een condensator in willen hebben. Dus even kijken of alles nog een beetje op zijn plek zit. Voordat ik dat doe trouwens, ga ik hem even op mijn analoge stukje spoor zetten, wat hier ligt. Nee, anders zeggen. Ik maak van mijn stukje spoor hier even een analoog stukje. Hop. Ja. Ja, zo doet hij het net. En de andere kant op. Ja. Ja, heel gevoelig voor verstoring, voor hoe hij op de rails staat, dus ik denk dat. Hieronder zitten de plaatjes van de wielen tegen de onderkant van deze printplaat aan. Nou, die zullen of vuil zijn of alles is verbogen. Of het ziet er allemaal prima uit. Die is helemaal uit. Je zou het zin hebben om hier nog een stroompick-up op de achterste wielen te doen. Als daar een motor in gaat komen, dan zit er een stroompick-up op. Dan heb ik dit probleem helemaal niet meer. Ja.
één ding is zeker, deze moet echt schoongemaakt worden. Dat zal sowieso helpen. Bij het plaatsen van de verlichting in de andere, wat ik niet heb gemeld, merkte ik dat mijn ledlampje voor de witte verlichting net te hoog was. En de lampjes die ik heb, daar kun je als je wil het topje van afknippen, zal ik maar zeggen. Dus ik kan het nu moeilijk aanwijzen van gloeilamp, maar daarmee worden ze effectief iets korter. Gloeilampjes. Kijk, hier heb ik gewoon het topje bij de andere vanaf gehaald, zodat alles wat beter paste. En daarmee wordt de lichtstraal die eruit komt niet zo gericht. Nou, dat is ook niet erg gezien waar dit ding in zit. En verder blijft alles gewoon goed werken, ja, tenzij je hem echt te kort afknipt. Als je dat doet, dan komt er, dan beschadig je de elektronica die hierin zit, dan beschadig je de led zelf en dan is het klaar. Ik had hier al een rode en een groene klaargelegd. Een rode en een groene. Een witte en een rode. Ik denk dat ik koffie nodig heb. Hier is iets zwarts of iets bruins. Ja, dat komt toch niet hier vandaan. Allee. Verlichting. Ook hier ga ik werken met de gezamenlijke pluspol, dat is de lange poot hier. Dus die gaan aan de blauwe. Nu heb ik toch genoeg blauwe draadjes, dus die gaan aan de blauwe draadjes. Deze gaat los, opzij. En deze twee ga ik gebruiken. Verder wit en geel, die dus van de andere decoder afkwamen, ga ik gebruiken. Pootjes geïsoleerd hebben. Dat gaat wel goed komen. Ik mis dus nog één tussenrijtuig. Nummer 8 van de rij. Misschien binnenkort eens naar Houten gaan, kijken of daar iemand zoiets heeft liggen. En rommelbakken zoeken, want in rommelbakken liggen soms leuke dingen. Zo heb ik uit rommelbakken ook wel eens een koploper gehaald. Zag er niet uit, maar elektrisch helemaal prima. Dus dan heb je toch een extra onderstel met motor. Mocht je een koploper willen met twee motoren erin, zodat je daar weer iets aan kan hangen. En in mijn geval ging het er toen om dat ik eigenlijk een niet zo lekker lopende koploper had, die ik beter wilde laten lopen, dus een andere motor. Kijken of dat ik deze er overheen krijg, maar ik denk het niet. Ach, geluk vandaag. Ik doe wit aan de witte verlichting, geel aan de gele verlichting. Als hier een decoder komt, moet ik die kruislinks doen. Moet ik geel aan wit maken, wit aan geel, want je wil hier precies de verlichting andersom hebben dan... Je wil dat als de lok vooruit rijdt, dat hij de rode verlichting doet, want dit is tussen de kont.
Maar nu is het wel handig om het gewoon op de goede manier even aan te sluiten, want dan is duidelijk in de waggon wat wat is. Er komt weer problemen over, zeg, een jaar als ik eindelijk die motorwagen gevonden heb. En ook dan zal ik afvragen hoe ik het gedaan heb. Als het goed is, past dit allemaal. Ik heb deze leds iets wat korter geknipt met de pootjes, zodat ik iets wat minder last heb van de kabels hier onderin. Bij de andere heb ik dat weg weten te werken, maar het was wat gedoe. Hier wil ik dat vermijden. Dus zoals wel vaker is de tweede mooier dan de eerste. En deze kant op. Nu goed? Nee, andersom. Ik probeer de blauwe kabels even aan dezelfde kant te houden. Aangezien deze verlichting nooit zowel rood als wit tegelijkertijd gaat geven, is één weerstand gebruiken voldoende. Want met één weerstand rood heeft brand makkelijker dan de witte. De rode led is, heeft minder weerstand dan de witte led. Dus als je één weerstand gebruikt en je zet zowel rood als wit aan, gaat rood branden, wit niet. Gebruik je twee weerstanden, dan gaan, als jij wil dat rood en wit gaan branden, dan gaan rood en wit branden. In praktijk zal dat bij deze nooit gebeuren, maar ik heb mijzelf gewoon aangeleerd bij het aansluiten van die leds. Gebruik gewoon twee weerstanden. Als je hier namelijk nog cabineverlichting bij wil en je doet dit niet structureel, dan ga je op dat moment zien dat je geen, dat het niet werkt. Dat bijvoorbeeld de één weerstand zit op de blauwe kabel. En dat zodra als jij de rode verlichting aanzet, dat de binnenverlichting uitgaat. Nou, gewoon op elke led een weerstand. En die doe ik op de blauwe ader. En dan kan ik elke combinatie van verlichting draaien, als ik dat zou willen. En als ik dat niet wil, dan heeft het me een weerstand extra gekost. Even wat ruimte maken hier voor deze blauwe draad, maar als die er doorheen is. Zo, dan zijn we klaar met de onderkant. De kabels kunnen hier de kabelgeleider. Ook hier gaat een stukje tape overheen en dat maakt werken zoveel makkelijker. Dus niet continu die kabels eruit piepen. Dan komt
deze er overheen en even kijken, zijn deze mooi? Ja, die zijn schoon genoeg. Deze tot zo. Op. Kom op. En nu kan ik de bodemplaat gewoon gaan gebruiken. Waarvoor die bedoeld is met zijn met de aanvoer voor de stroom. Wederom de 8 weerst 120 ohm. De witte verlichting was heel erg fel. Maar niet zo fel dat ik vond dat er een andere weerstand op moest. Dus ik hou het bij het beproefde recept. Ik zou voor de witte een iets hogere weerstand kunnen gaan gebruiken. Maar ik geloof het even wel. Dat zou er met name voor de motorwagen zijn die het meeste vooruit gaat rijden. Op dit moment tenminste. Ik ben dadelijk eens eventjes deze kabel vastgehouden met een extra handje, want dit is een hele lelijke soldeer. En hij is natuurlijk warm. Krimpkous eroverheen tegen de kortsluiting. Een lange krimpkous hier overheen, want ik heb deze expres wat langer gelaten. Het is lang geleden dat ik weer zo'n groot project heb gedaan. Ik heb er wel plezier in. Zo, en eigenlijk zijn dit al de decoderkleuren. Ho. Niet de camera ervan afmappen. Plus.
De witte en de gele. En nu geen decoder. Ik wil dat hij eens kijken. Wat wil ik? Dan wil ik dat hij het op analoog ook doet. Of maakt me dat eigenlijk niet zo uit? Eigenlijk maakt me dat niet zo uit. Oh ja. Deze was te hoog, hè? Nou niet meer. Nou hoop ik dat hij niet te kort is. Wit. Ja. Nee, niet te kort. Kijk, hij doet het nog goed. Ik kan een gelijkrichter erop zetten. Die gelijkrichter zorgt ervoor dat ik een duidelijke plus en min heb, ongeacht de rijrichting. En dan kan ik de plus aansluiten, de min aansluiten, op de leds en geel aansluiten en wit loslaten en klaar. Misschien is dat wel gewoon het makkelijkste. Dan heb ik dat die altijd de rode verlichting gaat branden. En de gelijkrichter heb ik nog wel liggen. En de gelijkrichter zijn in feite vier dioden die zo geschakeld zijn dat die van een wisselende spanning een gelijkspanning maakt. En die plaats ik hier. Want dit is de wisselspanningkant, staan hier golfjes en dit is plus en min. Dus dit is een prima plek daarvoor. En dat wordt dan strakjes ook de aansluiting, de aansluitpunt voor de decoder. Als mijn soldeerbout warm genoeg is en de soldeer wil pakken. Kom aan. Dat is beter. Dit is een heel groot blok metaal. Dus als ik hierop aan het solderen ben, is de kans heel groot dat het heel grote blok metaal heel netjes dat deze hele printplaat afkoelt. En dat is nou precies wat ik niet moet hebben als ik op een printplaat een blob solder wil maken. Dan moet heel die printplaat warm worden. Of eigenlijk alleen maar de strip hier waar ik het op wil solderen. Maar ja goed, de praktijk is dan toch dat het de hele printplaat gaat worden. Ik heb hier op wil focussen. Hoppakee. Nou weet ik niet of dat het zichtbaar is, maar de wisselspanning zit aan deze kant, plus en min zit aan deze kant. Dus het hele ding is nu goed warm. Want het duurde echt wel even voordat hij wilde pakken. Maar het kan nu allemaal weer in de behuizing. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je hier bezig bent dat de hele behuizing zo warm wordt dat het plastic begint te smelten. Dat is nou net het enige wat dit terrein zo mooi maakt, dat plastic. Ik ga nou toch niet zeggen dat de schroefgat hier precies onder zit, hè? Jawel, de schroef zit hier precies onder. Dat is jammer. Zo, plus wordt blauw. Nou, kant is plus, ik zeg het elke keer. Plus is deze kant. Ik laat echt de hele lengte draad er nu aan zitten.
Ik duw het dadelijk allemaal gewoon in de lege wagon, in de lege dummy lock, want ik weet nog niet hoeveel ik straks nodig heb. Waarschijnlijk niet zoveel als dit. Maar voor nu maakt dat niet zo uit. Geel aan de andere kant. En dat zou betekenen dat als ik hem nu op mijn spoortje hier zet, met de stroompick-up, dadelijk kijk, mooi. Als nu ook wit erbij zit, dan zouden ze allebei op de gang branden. Ja, dat werkt ook. Mooi. Condensator wil ik er nu nog op. Dat hij niet zo gaat knipperen met het rijden. Die kan ook hier gewoon op de gelijkrichter. En dan kap op. Is dit even op de meest eenvoudige manier klaar. Ik heb belachelijk grote motorwagen, motor voor in de motorwagen. Daar wil ik niet aan gaan mee inzaten. Dus ik heb nog één middelmaat. En ik heb nog veel kleinere. Die veel kleinere, ik weet het niet. Mooi compact, maar ze hebben best weinig capaciteit. Dit is allemaal 100 microfarad. Deze is 2200 microfarad en die andere is bijna 5000 microfarad. Ik ga toch voor deze flinke jongen. Even kijken waar ik hem ga plaatsen, dat hij niet gaat rammelen. In feite moet hij hier gewoon met de minpol, want deze is eentje met polariteit, dus even goed kijken dat de minpol op de goede plek zit. Misschien ga ik hem hier wel gewoon zo vastzetten. Zou dat gaan? Ik vertrouw het niet helemaal met die pin. Ja, het zou wel moeten lukken. Het ziet er niet uit. Zet deze vooral niet op de wisselstroomkant. Of je nou met gelijkstroom rijdt of met DCC. Want je weet niet wat de plus of min is. En dan gaan deze heel snel heel stuk. Het is een beetje een lelijke constructie zo, maar ik denk dat ik van knipperen weinig last meer ga hebben. Als het zo dadelijk de kap erop past, ben ik blij. Dan ga ik alleen nog even de wielen een goede poetsbeurt geven zo dadelijk. Zo, terwijl die nog rustig verder brandt. De kap. Ja, ik denk dat er wel plek genoeg is. Achterkant eerst. Dan de voorkant. Ja, dat past prima. En dan is die helemaal voorbereid voor een decoder later. En hij zit helemaal in elkaar. De rode verlichting brandt. Is dat een beetje te zien op de camera? Ik hoop het maar. En ik zal hem nu eens even op de digitale baan zetten. En dan werkt alles precies zoals gehoopt. De verlichting, rode verlichting brandt hier nu ook. Het effect van het wiebelen is weg en ik kan hem zelfs zo oppakken en dan blijft hij nog een tijdje branden. Dat is dus het effect van die grote condensator erin.
tijd om hem op de baan te gaan zetten samen met alle andere wagons tot een bijna volledige ICE1. De wonderen van verse antislipbandjes. Het gaat niet makkelijk, maar het gaat. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En die pot die staat daar precies verkeerd, die pot met verf. Helaas. Tot de volgende keer.